Ik merkte wel na die budgetchallenge dat, dat mijn drive ineens minder was ofzo. En dat heeft eigenlijk tot op de dag van vandaag nog wel geduurd. Heel veel mensen durven niet te dromen. En ik heb ook lang gehad dat ik ergens niet, over, ergens niet over na durfde te denken, omdat ik dacht van ja, kom op mij. Zou je jezelf eerder omschrijven als iemand die per dag leeft, of als iemand die vaker bezig is met de toekomst? Wat een verrassende vraag. Ja, we hebben het ja. al drie keer gedaan. Ik zou zeggen per dag. En waarom denk je dat? Ja ik, raak soms, uh, ja, ik denk dat ik dat het meest merk aan wanneer ik afspraken heb gemaakt. Ja. En dat het me totaal verrast op de dag zelf. Maar jij denkt toch ook aan de toekomst? Nou, tuurlijk, iedereen denkt toch aan de toekomst. Maar het is meer dat ik heel erg in het moment leef. En um, ja, ik ben niet zo heel erg vooruit. Altijd toch gedaan? Ja. Jij? En, ik leef bijna. Beide? zo, nee, ik, dat leef, ik leef in drie, uh, ik leef in drie verschillende universums. Ja, ik leef in het, in het verleden, in de toekomst en in het heden. Wow. Nee, ik leef meer in de toekomst sowieso. Oké, okay, in het verleden ik al, dat. Uh... Ben altijd B. Be Hoezo in het verleden niet? Het verleden dat dat lees ik vaak in boeken, zelfhulpboeken, ja. dat dat iets is uh, wat je beter uh, niet kan doen. Ja, niet in kan leven, ja, want dan kun je niet meer veranderen. Ook, de toekomst ook niet. Nou, de toekomst heb je nog wel enige invloed mm, op, toch? Ja, het ligt eraan waar je in gelooft. Ja, dat is waar. Ja. De laatste uitzending van dit jaar. We zijn alweer uh, ruim een half jaar bezig met de podcast. Had je dat verwacht? Uh, nee, eigenlijk niet. Dacht je dat we op een gegeven moment zouden stoppen? Ja, meer dat, uh, dat het uh, ja, niet zou lopen. Niet zou lopen? Hoezo? Ja, dat het dan saai is of. Uh, ja. Dat heb je altijd zelf in de hand of het saai is of niet, toch? Nee, oké, okay, maar ja, je weet je toch... wel juice zitten, erin gooien. We zitten toch ook... Kijk, in het begin hadden we, waren we heel erg voorbereid. En dan ja. hadden we een, een format bedacht. Ja. Maar we merkten eigenlijk beide dat we niet zo goed kunnen omgaan met planning. Nee. Iets, iets plannen, willen gewoon lekker gaan zitten en gaan praten. Ja. En uh, ja, ik denk dat het vanaf dan, toen echt een stuk uh, lekkerder is gaan lopen. Zeker. Ja, en uh, we gaan in deze podcast een beetje terugblikken op het jaar. Want wat was het voor jaar voor jou? Een ja, bewogen jaar. Ja, en waarom? Een hoop uh, zorgen, maar ook een hoop mooie leuke dingen. Ja. En de zorgen zijn op privégebied volgens mij vooral? Ja, voornamelijk, ja. ja. Iets waar we het niet echt over kunnen hebben, denk ik. Nee. En uh, nou, ook mijn gedeelte natuurlijk uiteindelijk erin. Ja. Dat is ook uh, privé en werk eigenlijk. Het mixt zich met elkaar toch? Ja, want dat kan ook niet anders. Nee, dat is met dit wel lastig. Ik, soms heb ik wel eens het idee van... Oh, ik zou het wel wat meer willen scheiden, maar dan, dan zie je toch ja dat is toch echt lastig met hetgene wat ik doe. Ja, dus wat jij, wat wij uh, doen, is eigenlijk heel persoonlijk, hè. Ja, maar ik denk ook als je een onderneming hebt, dat het sowieso persoonlijk is. Maakt niet uit in welke branche je zit. Ja. Want jij bent degene die dit trekt uiteindelijk. Mm -hmm. En nu zit mijn hoofd er ook nog aan vast, dus dat is nog een extra dingetje. Maar ik denk ja. dat als je altijd als je een onderneming hebt, dat je dat het gewoon het persoonlijke leven altijd een beetje in je werkleven integreert. Mm -hmm. Maar goed, we gaan even terug naar het begin van het jaar, want ja. toen deden we een budget challenge. Oh, yeah. uh, de, de grootste uitdaging die ik denk aan ben gegaan op YouTube voor mezelf, omdat mm -hmm. ik 20 video's in 20 dagen wilde gaan maken en ook gelijk de dag erna online wilde hebben. Yeah. Ik denk dat ik daar, als ik heel eerlijk naar kijk, dat ik daar een klein beetje mezelf voorbij ben gelopen. Yeah. En dat, dat, dat het daarvoor ook, ja. al een beetje zat te borrelen. Mm -hmm. uh, maar dat dat wel het punt is dat, dat het in de zomer op een gegeven moment minder ging. Want, hoe, hoe heb jij die tijd ervaren met de uh, budget? Ja, als echt uh, een, een hele omswitch eigenlijk van structuur. Yeah. Wij dachten altijd dat we helemaal geen structuur hadden, dat we maar gewoon deden wat we deden. Mm. Maar uiteindelijk, als je doet wat je doet, heb je toch ook wel weer elke dag een beetje dezelfde dingen. En je weet ook een beetje wat je kan verwachten, toch? Yeah. Uh, dat, dat is eigenlijk on onmogelijk dat dat uh, helemaal vrij is. Yeah. En, uh, maar omdat we ons echt um, ja, een soort van. Uh, we hadden voorgenomen dat we dit gingen doen. En we hadden het wel wat beter uh, bedacht ook. Ja, we hadden, we hadden thumbnails voorbereid al Ideen. in ieder geval de ideeën en uh, introteksten. Mm -hmm. uh, er was al een hele layout gemaakt door uh, ja. Lennart en uh, van de, Lennart. Van de vormgeving. <laughs> uh, we hadden een Instagram account, we hadden allemaal dingen en we gingen natuurlijk geld ophalen. Wat super tof is dat het ook gelukt is dus 8000 euro, meer dan dat ik dacht eigenlijk. Ja. Want ik weet niet meer wat, wat was het, maar streven? 1500 of zo? En jij wilde volgens mij minimaal duizend ophalen. Minimaal duizend of zoiets, ja. En ja. Het is echt gewoon acht keer dat geworden, dus dat is echt tof. Ja. Maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment dat wij uh, tenminste ik vooral er echt doorheen zat, omdat ik ook echt elke avond doorging en dan mm -hmm. moest ik weer monteren en dan waren we weer dan moest ik ook al voorbereiden voor de volgende dag wat we gingen doen en het ja, filmen en zo. Ja, ik het denk Was dat, ook heel anders dan eigenlijk dagelijks leven natuurlijk. Hè? Ja. Want we hadden echt bedacht, we moeten het leuk maken. En we moeten elke dag iets doen wat het zinnig maakt om naar zo'n video te kijken. Ja, want we wilden ook laten zien hoe het uh, wat je allemaal kon doen. Kijk, ja. wat wij deden was niet uh, een budget challenge in de zin van dat je echt op een budget gaat leven en dat je dat doet. Mm -hmm. Maar het was wel om te kijken welke kansen zijn er eigenlijk. Wat kan je ja. allemaal doen. En naast dat je de video's moet maken, betekent het ook nog dat je dat moet filmen. En dat je de ideeën moet bedenken. En ja. dat je toch. Uh, ook nog reacties, moet je ook niet uitsluiten. Dat is ook nog een ding uh, waar, je, waar ja, je mee bezig bent. Nou, als je met zo'n onderwerp bezig bent, dan heb je best wel, wel met wat meningen te maken. Want oh ja. iedereen doet het op zijn eigen manier. En geld ja. is toch zo'n gevoelig onderwerp ook. Ja, dat is een heel gevoelig maar ja. Budget is sowieso een gevoelig onderwerp. Daar trek je, je echt een hoop uh, mensen mee aan die uh, toch uh, ja, hoog in gevoel zitten. Dus ja. Uh, dat, dat was wel een dingetje. Dat wist ik altijd wel, maar nu kwam het een soort van een snelkookpan bij elkaar. Mm -hmm. En ik was blij dat het klaar was. Toen ja. heb ik twee weken wat minder gedaan. Ik heb niet niks gedaan. Uh, maar ik merkte wel na die budget challenge dat, dat mijn drive ineens minder was of zo. En dat ik mm -hmm. ook gewoon echt niet zo heel goed uh, wist wat ik wilde doen. Ja. En dat heeft wel maanden geduurd. En dat heeft eigenlijk tot op de dag van vandaag nog wel geduurd. Ik heb het idee dat daar een beetje de crux is. Bego het is een beetje naar beneden gegaan voor mezelf. Um, qua energie en zo. Ik denk dat je al, daarvoor al aardig veel aan het doen was. Ja. En uh, um, dat bleef maar eigenlijk doorgaan. En uh, meer, meer, meer. Ja. Uh, qua werk en uh, qua wat je wilde. Ja. En uh, dat dat die budget eigenlijk een beetje te druppen was. Ja. En het, uh, het was, ik vond het uh, echt een uitdaging. Ik vond het ook echt leuk om te doen. het resultaat vind ik ook nog steeds heel leuk om naar te kijken. Ja. Um, maar het was denk ik op dat moment gewoon uh, net even te veel. Ja. Ook omdat jij uh, natuurlijk die video's nog moest editen. Mm -hmm. En er zat er gewoon een hoop druk achter. Ja, en het ging elke ochtend om 7 uur online. Dus ik was dan tot, tot 1 uur, 2 uur nog aan het editen. En dan kon ik een paar uur slapen. En ik dacht, na nou ja, 20 dagen moet dat wel lukken. Maar ja, ik had niet ingecalculeerd dat ik gewoon mentaal niet altijd even lekker gaan. Nee. <laughs> dus dat dat ook wel een uh, bijkomende factor is. Uiteindelijk ben ik er echt trots op en vind ik het leuk dat we het gedaan hebben, maar het is in die vorm zie ik mezelf het niet zo snel nog een keer doen. Nee, nee, nee dat was best wel. Uh, ik denk sowieso met zulke dingen. Je moet er goed over nadenken en je moet de ruimte voor hebben om dit allemaal te gaan maken. Yeah. Ja, met je hele pri privéleven, dat is ook gelijk weg. Want in principe waren mm. we alleen maar bezig, of tenminste ik vooral, heel de dag bezig ermee. Ja. Jij kon nog wel, uh, ja, wel rust nemen. En wel ja. momenten dat we filmden, maar ik was de hele tijd, oh ja, moet ik dit nog doen, moet ik dat nog doen, moet ik zus nog doen, moet ik zo nog doen. Na de budget challenge heb ik dus een week vrijgenomen. Voor het eerst in uh, tien jaar. Sorry. Dat ik niet filmde. En uh, toen, uh, ja, wat toen eigenlijk? Ja, toen uh, viel de hele structuur weg. Ja. Zo, dat was echt wel even een dingetje. Ja. Ja, je zou denken, wat maakt dat nou uit? Hè? Twintig dagen even je leven omgooien. Maar ja, het was natuurlijk. Ik denk dat, dat mensen niet weten, half weten hoe, hoe sterk ze aan de structuur hangen. Ja, dat is ook zo. Misschien dat, dat ik dat ook nooit beseft heb. Dat de structuur toch wel ergens inderdaad, wat je in het begin ook zei, er toch in zat. Ja. Ik weet nog wel dat we daarna naar Gent zijn gegaan, vrij snel. Oh. Dat vond ik erg leuk. Ja. En um, wat ik van vorig jaar ook, van het afgelopen jaar kan ik kan herinneren zijn die twee dingen waar we heen zijn gegaan Gent en uh, Groningen de, oh, twee, ja. de twee G's. De G twee G's. Nou, ik moet zeggen, ik kan Gent dus niet heel goed meer herinneren. Niet. Je weet niet meer die die etagère met al dat eten wat geweldig was. Oh ja. The Realia Street Food. Of ja, zo, ik raak het, het zo in de warm, omdat we toch aardig wel wat steden hebben gezien en ik heb niet zo goed meer. Uh... Budget hotel en dat mooie hotel. Oh op het nu plein. weet ik het weer. Ja, ja, dat budget hotel. inderdaad. Ja. Ja. En dan hadden we ook zo'n pas, gingen we overal in. Ja. Ja, ja was geweldig. Ik, sowieso oh ja, zijn wij Een boottour. Sowieso houden we van België. Ja. Um, en, en, en Groningen natuurlijk. Ja, Groningen was echt een verrassing van het jaar, vond ja. ik. Ja. Ik heb nog nooit zo lekker gegeten. Nee, dat hebben we volgens mij wel mooier gemaakt in ons hoofd. Dus dat het volgens mij uiteindelijk was. Nou, ja, we hebben het er constant over, eigenlijk. Ja, we hebben het echt Niks kan daar meer aan. Uh... Nee. nee, dat is echt zo. <laughs> maar uh, ik moet zeggen dat uh, ik dus op een gegeven moment. dat het. Ja, ik merkte steeds dat ik tegen dingen aanliep. En toen inderdaad in de zomer dacht ik... ik moet gewoon met dingen gaan stoppen of wat rustiger aan gaan doen. En dat deed ik toen nog steeds niet. En dan na de zomer toen ging het ineens minder. Mm -hmm. uh, tot, tot nu eigenlijk nog steeds wel veel last van angstklachten en zo. Ook al zal je het misschien in de podcast en in de video's misschien niet zo heel erg merken. Maar daarbuiten heb ik wel eens momenten dat ik uh, s'nachts wakker word... en dat ik ineens uh, hartkloppingen heb en zo. Maar ik begin er wel steeds meer... Een verklaring voor te vinden die ik nooit had verwacht dat ik die zou vinden. Oh, ja. Um, daar gaan we het ooit over hebben in onze theatershow. Oh, yeah. echt? Ja, ik verwerk het in de theatershow. Oh, leuk. Ja. Ik ben benieuwd. Um, mocht je daar trouwens nog niet bekend mee zijn, we hebben dat twee podcasts geleden aangekondigd. We zijn daar, komende half jaar gaan we ermee aan de slag. Het is wel iets nieuws, ook weer een bepaald soort druk wat oplegt, maar het is wel behapbaarder, want het is gewoon één dag waar je naartoe werkt. Nou ja, een bepaald soort druk inderdaad... voor wat je nog ervoor moet maken. Ja, maar niet per se... De dag zelf denk dat ik wel, dat het wel gewoon leuk gaat zijn. Ja, dat denk ik ook wel, omdat het allemaal echt kijkers zijn... die gewoon heel graag erheen willen komen... en het gewoon leuk vinden om naar te ja. kijken. Uh. We moeten niet mensen entertainen die ons uh, sowieso niet leuk vinden of zo. Of niet nee, kunnen. gelukkig niet. Zeg. Nee, dat zou helemaal heftig zijn, ja. inderdaad. Maar we zijn dus ook in de zomer met deze podcast begonnen. Ja. En dat vind ik wel een verrijking van alles. Ja, ik denk dat het een hele leuke manier is van het persoonlijke een beetje terugbrengen. Ja, want ik was dus. Uh, misschien is dat, is dat mensen wel opgevallen op uh, vet gezellig op een gegeven moment uh, ben ik wat meer alleen naar de food toe gegaan. Omdat ik dacht van dit is. Uh, dat werkt gewoon beter. Mensen vinden het leuk. Ik, vind het, ik vond het ook leuk om te doen. Uh, en, en het is heel duidelijk. Als je op Vet Gezellig komt, dan is het gewoon mm -hmm. eten. Yeah. Punt. Uh, eten en, en, en stedentrips eigenlijk. Yeah. En uh, ik zou dat willen uitbreiden naar dingen testen in het algemeen. Uh, en waarin food wel het, gro het grootste onderdeel is. Maar ik merkte wel dat op een gegeven moment het persoonlijke een beetje eraf ging. En dat vind ik juist het leukste van YouTube, is dat het persoonlijk kan zijn... en dat je hmm. mensen uh, kan helpen of juist kan inspireren en zo. Ja. Dat kan ook op eetgebied, maar dat kan natuurlijk ook op mentaal vlak. Maar ook met vlogs. En ik merkte dat, dat die plek op Vet Gezellig niet meer echt was. Daarnaast uh, is het ook wel vaker voorgekomen... dat uh, video's gedemonetized werden op Vet Gezellig... Waardoor dus andere video's minder inkomsten kregen. En dat kan gewoon met het bedrijf wat ik run, wordt dat lastig. Ja. Toen dacht ik van ja, op de, op de podcast wil ik gewoon niet, uh, niet dat we dingen moeten verzwijgen of zo. Omdat ja. ik dan anders niet advertentievriendelijk is. Dat we het is. niet over uh, depressie kunnen hebben of wat dan ook. Nee, precies. En dat wil ik wel gewoon doen. Gek genoeg ben ik nog niet gedemonetized op een video op dit kanaal. Terwijl we wel over onderwerpen hebben, ik denk gepraat, dat of op Vet vetgezellig soort... wel had gekund. Ik denk dat er echt wel een soort van achter, het, achter de schermen, en een, een, net zoals een, zoals een uh, spam-score of zo, dat er echt ja. wel iets is, wat al, waardoor er al ogen, zeg maar meer uh, aandacht gericht is op een kanaal. Ja, want de, 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 mijn meest bekeken video op vetgezellig is de documentaire over autisme, maar daar mm -hmm. heb ik echt maar 10 euro aan verdiend. Ja. Terwijl, als je het zou uitrekenen in, in, in views, zou ik daar. Ja, potentieel misschien wel 4.000 euro mee hadden kunnen verdienen. Zo. In views, ja. Dat had wel gekund. Lekker. Um, ja, dat had lekker geweest, maar dat is helaas niet gebeurd. Nee. Maar dat kan niet nog een keer, weet je wel. Als ik zo'n groot project online zet... en dat dan andere video's daar ook onder gaan leiden en zo. Mm -hmm. dat, dat, dat werkt gewoon niet. Dus die beslissing heb ik dit jaar ook gemaakt. Ja. Ik denk ook wel een goede beslissing, want ik merk dat ik dus juist... op dit kanaal waar deze podcast staat... meer vrijheid voel om weer te plaatsen wat ik leuk vind. Niet dat ik op Vetgezellig ja. niet plaats wat ik niet leuk vind, maar... Ja, het, nee, het, het, het past niet echt bij elkaar, me. tussen elkaar, nee, vond ik. Nee, vond ik ook niet. Je kunt wel een zekere ja, persoonlijkheid en mentale gezondheid deel... kun je wel kwijt in de video's. Ja. Maar ja, je gaat als je van uh, 20 roskoeken proeven... naar uh, uh, zo ziet mijn dag met autisme eruit gaan uh, Ja, gaat, dat werkt niet. Het is een beetje een rare combi. Nee, en, en op zich is het zo dat als het kanaal een soort van gelinkt aan elkaar staan die twee kanalen die hmm. we nu hebben, of die ik nu heb... Um, dan ko komt het toch wel bij de mensen die mijn kanaal ook kijken. Ja. Dus de, en die herkennen mijn hoofd en die kijken dan toch wel die video's. Ja, en het is ook gewoon voor ons heel fijn om, uh, om wat duidelijker uh, een, scheidslijn een verschil. Te hebben. Want op een gegeven moment had jij echt, uh, ik denk, vier uh, namen voor ja. dingen. Ja, we hadden op een gegeven moment hadden we dat uh, spel, uh, het mentale mezelf. gezondheidsspel... en hadden gek van mezelf genoemd naar mijn boek... en hadden we dit kanaal ook naar gek van mezelf genoemd. Maar we zijn er wel achter gekomen dat dat heel erg een versplintering wordt... Dus uiteindelijk, mochten we dit spel nog een keer gaan herdrukken, wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Dan gaat het boogje eraf. Dan gaat het boogje eraf, of het, of het heet het Vet Gezellig Mentale Gezondheidsspel, dat zou ook nog kunnen. Maar mm. ik denk dat het alleen het Mentale Gezondheidsspel gaat heten. Ja, want er staat Vet Gezellige Games achterop. Als we trouwens een, een, een re release doen, dan komen er ook nieuwe vragen in en, uh, en dan gaan we wat vragen... Uh, schrappen. Schrappen. Ja, uh, ze dus... zijn allemaal goed, maar ik denk dat er wel ruimte is voor wat... Uh... Misschien kunnen we het daar beter over hebben in de, in de volgende podcast. Okay. Want dat is de kijk oh, oh, ja. naar de toekomst. Ja, dat maar dat is een klein voorproefje van wat we willen gaan doen, ja. de zomer. Ik heb het idee dat we dit jaar namelijk, als ik toen ik ging terugkijken naar het kanaal, mm -hmm. dat we een beetje weinig Ja, niet, niet weinig gedaan hebben, maar weinig fun hebben gehad op een of andere manier. Weinig fun? Nee, ja, wel genoeg fun. Maar meer dat ik denk van dat jaar daarvoor dacht ik echt van oh, we hebben echt wel hele leuke dingen gedaan. Als je dan even kijkt... En nu waren het heel veel testen mm -hmm. van eten en zo. Wat oh, ja. op zich leuk was om te doen. Maar waar ik even minder terug naar voelde dat ik dacht. Oh ja, dat was die dag. Oh ja, dat was die dag. Mm, of zo. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, dat snap ik je. Ja. ja, we hebben weinig. Uh... Ja, als je terugkijkt naar video's dan. Hè? Want we hebben ja, wel ik wil leuke even, dingen gedaan. Maar ik kan altijd relateren naar. Nou, ik heb het idee dat we deze zomer dus door mijn angst ook weinig hebben gedaan. Hoor. We hebben wel wat minder gedaan, ja. ja. Maar uh, alsnog, uh, ja, ik vond het beste. Uh, dat ging best snel voorbij de zomer. Dus ja. echt, saai kan het niet geweest zijn. Nee. Kan Geen jij nog wat opnoemen? Want ik ben echt helemaal blank met dat soort nou ja, dingen. We ja, we hebben op die Swan Market gestaan. We zijn naar oh, ja. Antwerpen nog een keer geweest. En dat was het eigenlijk een beetje in de zomer. We hebben niet zoveel gedaan. Mm. Dat jaar ervoor wandelden we nog best wel vaak naar het strand. Of gingen we mm. nog even daarheen. En dat hebben we dit jaar niet zoveel gedaan. Nee. Niet per se door mijn angst. Maar gewoon ook omdat het niet zo mooi weer was, meen ik. Het was in de zomer niet zo mooi weer. En daarna zomer was het weer mooier weer. Uh, ik denk dat we allebei gewoon een beetje uitgeblust waren, ook door uh, privéomstandigheden. Yeah. Dus ik denk dat dat wel meewerkte dat dat, dat, dat dat iets minder was misschien dat jaar daarvoor. Maar ja, vergelijken, ja, het is altijd lastig, toch, in die zin? Ja, en ik vind het ook wat lastig omdat het idee met de zomer, dat je daar alles uit moet halen wat je wil. Yeah. Ja, dat heb ik dit jaar ook wel een beetje losgelaten. Want uh, ja, niet elk jaar is hetzelfde qua, qua wat er gebeurt. Altijd onverwachte dingen en. Um, ik denk ook niet dat dat ja, goed is om zo'n druk erop te leggen. Want nee. Ik moet naar het strand. Ik moet dit. Ik moet dat. Nee, ik, uh, ik, ik vond het even. Het was even een iets wat. Um, chaotisch. Ja, en wat vermoeiender wel hoor. Ja. Uh, de afgelopen jaar. Maar ik vind dat we het wel wat beter aan het afsluiten zijn. We hebben echt alweer een hoop uh, um, positieve ontwikkelingen. In ieder geval. Um, Rondom uh, vet gezellige uh. ook, maar ook om mentaal, want we hebben wel meer geleerd de afgelopen jaar, denk ik. Ja, zo ja, ik kom toch nog steeds achter zoveel dingen waarvan ik denk: Oh, als je soms denkt van, uh, nou, nu heb ik het uitgevonden, ja, nu ben ik uitgeleerd. Nu weet ik gewoon precies hoe ik mezelf moet helpen ja. en uh, hoe ik anderen kan helpen. En dan kom je weer tot iets waarvan je denkt van, Oh, ja, daar denk ik eigenlijk ook nog niet helemaal zo over na, zoals ik misschien zou willen. Ja, als wel grappig. Ja, dat is wel bizar. We zijn ook wel meer gaan lezen, ja. Ik, ik ben, ik ben dyslectisch. Ik wilde ooit nog eens een podcast aan wijden. Um, maar um, ik ben dit jaar wel gaan lezen. Ja. Engels en Nederlands. En ik ben ook achtergekomen wat voor soort boeken ik leuker vind. Ik dacht altijd dat ik verhalen dan moest gaan lezen. Maar ik vind het veel leuker om dingen te lezen waar ik iets aan heb. Uh, waar ik mezelf mee kan helpen of uh, wat interessant is uh, voor mij als maker of zo om te ja, weten. Ja, ik vind dat ook heel leuk inderdaad. Een soort van. Uh, het is alsnog entertainment, maar het is gewoon iets waar. Zelfontwikkeling, denk ik. Ja, ja. zelf heel boeken en ik heb ook zo'n heel boek gelezen over een beetje marketingdingen en zo en ik vond het echt leuk om te lezen. Ja, dus alle tricks uh, die jullie hebben gezien dit afgelopen jaar hebben we bedacht toch? Bedacht. Vanuit boeken en zo. Ja, we zijn nog niet helemaal op track, maar nee, ja. Het is ook niet allemaal perfect. Ongoing proces. Ja. Ja, want ik denk ook soms wel eens van nou oh ja, ik ben nu 33, ik moet nu alles wel al voor elkaar hebben. Maar dan denk ik ook van ja, pas voor me. Ik denk, ik heb altijd gedacht, voor mijn veest word ik miljonair. Dus het hoeft niet per se dit jaar te zijn. Ja, het mag wel. Ja, maar nou, dit wel. jaar wordt het wel gaat het wel gebeuren Ja, Precies, eens. ja. Ja, ik ga de Staatsloterij winnen. Ik moet het hier even uitspreken. Ja. Het is gewoon zo. Ja. Als je dit hebt gezien, over een paar dagen ben ik uh, miljonair. Geweldig, ja. Wel geweldig. can't wait. Ja. ja, moet ik dat vertellen of niet? Zal ik, of zou ik dat een keer een andere keer vertellen? Nou, ja, ik denk dat je dat een succesverhaal moet zijn, toch? Ja. Zo'n een klein tipje van de sluier oh. oplichten. Ik heb een visioen gehad. <laughs> visioen. <laughs> ja, dat is wel zo. Ik heb een, nou ja. Ja, noem je het een visioen of was het gewoon meer een, een boodschap die je opgevangen ja, een hebt? een boodschap of een visioen. Ik weet het niet, maar ik heb ja. Nee, ik ga het nog een keer vertellen. Ik oh, dat, ja, ja, dat, ja, okay. ga ik even ja. ga ik nog even maar ik heb een visioen gehad en als het goed is over een paar dagen als jullie dit zien is het waarheid geworden. Oké, okay, ja. ja. En, en als zo het eruit is gehaald, dan het, ben uh, ik wel miljonair geworden... en hebben jullie het helemaal niet gehoord. <laughs> en als het erin is gelaten, dan uh, was het een onzinvisioen. Hoezo? Ja, dat nou, is gewoon zo. Ga nee. ik het niet vertellen nou, als ik het wel ik moet ben. eerlijk zeggen... Kijk, um, weet je wat het is? Als jij um, Heel veel mensen durven niet te dromen. En ik heb ook lang gehad dat ik dergens niet over, ergens niet over na durfde te denken... omdat ik dacht van, ja, kom op, mij. Ik ook, hoor. Je hebt het geld niet, ga je ook nooit krijgen... Uh, ja, nou ja, maar dus wel, dit jaar zijn we dat wel meer gaan doen. Uh, maar stel je voor, hè, dat je nu 100% zeker weet. er komt uh, een aantal miljoen aan. Mm. Dan durf je voor het eerst na te denken. wat je nou echt zou willen met het leven. Ja, ik, ik, sinds kort doe ik dat ook. En ik, het is dat ik die visie heb dat ik ook het kan, uh, kan doen. Dus hoe dan ook, hoe het ook uitpakt, het is dan positief. Ja, weet je in ieder geval waar je naartoe wil. Ja, en ik denk dat dat het hele mooie is. Dat eigenlijk zou je jezelf moeten voorstellen: uh, wat zou ik doen? Met een aantal miljoen. En als je dan alleen maar denkt, ja ik wil een villa en een groot zwembad. En dat denk je, ja oké, okay, nou dat leuk. Maar kan als je dan. allemaal, kan ook. Maar als je allemaal dingen denkt zoals van ik zou dit met uh, willen maken en dat wil ik creëren. En ik zou hier mensen mee willen helpen. Dat soort dingen. Dan weet je, dan weet je meer waar je naartoe wilt. Ja, in, op waar. het werkgebied denk ik. Dat is waar. En maar ook privégebied. Ja. En als je erachter komt van ik wil eigenlijk alleen maar de hele dag in mijn villa liggen. Ja, dan denk ik van nou dan moet je even kijken wat je wil veranderen qua werk zijn. dat je niet meer hoeft te gaan. Ja, dat is waar. Wat, wat moet je aan je baan veranderen om denk, dat te kunnen doen? Ik denk dat het heel veel zegt over uh, als je dat durft uh, na te denken: wat zou ik doen met zoveel geld? Zegt dat, denk ik, heel veel over waar je op dit moment eigenlijk wat je doet wat je misschien niet leuk vindt en wat je doet waar je veel meer uit zou willen halen? Ja, ja dus, dat is um, zeker zo, ja. ja. Dat is het leuk om even mee te maken nu we weten dat er zo'n smak geld aan komt. Ja, het toch? Komt een Heel smak geld aan, 30 ja. miljoen, hè? Je weet ja. het. Ja. ja, dat is gewoon zo. Ja. Maar um, ik zat nog aan iets te denken. Oh ja, tuurlijk. Deze, dit jaar is er ook best wel wat veranderd met de webshop. Ja. Uh, we hebben natuurlijk uh, weer wat drops gedaan. Drie, volgens mm -hmm. mij, uh, in dit jaar. Best wel veel, hè? Best wel veel. Ja. Um, volgend jaar gaat dat veranderen weer. Heb ik volgens mij al verteld. Maar mm -hmm. uh, we, we hebben natuurlijk een stap gemaakt dat we een bedrijf uh, uh, gingen inschakelen. Maar we gaan het toch weer zelf doen, omdat we het een beetje missen eigenlijk om het zelf te doen. Ja. En het toch wat meer in handen willen houden. We zijn toch... Is control daarvoor, denk ik? Want ik zat er alsnog, ja. ook al wilde ik er niet mee bezig zijn, was ik er alsnog mee bezig. Nou ja, controle het is ook heel belangrijk, want het is jouw, wat je opgebouwd hebt. Ja. Het zijn jouw klanten natuurlijk. Ja. En ik denk dat, uh, dat ja, noem het controlfreak. freak, ik denk eerder dat je gewoon het leuk vindt om dat um, zelf te doen, wat je dan in hand houdt, de contacten met je klanten. Ja. De, ja, dan kun je de persoonlijkheid een beetje erin gooien. Een bestelling, een kaartje erbij, dat soort ja, dingen. Ja, dat persoonlijke dat touch was ja. een beetje weg. En ja. dat vind ik wel dat vond ik ook wel jammer. En dat vond jij ook wel jammer. Ja. En uh, er werd nog iemand voor me die uh, dat ook jammer vond. Dus uh, we vonden alle drie jammer. En toen dachten we, ja. We moeten dat gewoon weer terugbrengen, want uh, in eerste instantie was het leuk dat we dingen konden testen, uh, shirts online konden zetten, maar dat. Het uiteindelijk... kon ook allemaal wat groter en de kwaliteit werd ook echt wat beter, maar die kwaliteit hebben we van de kleding blijft gewoon zo. Ja, zoals het, het blijft is. precies hetzelfde. Ja. We gaan nog steeds bij dezelfde druk ja. ook halen. Dus uh, dat soort ontwikkelingen zijn echt wel positief geweest, als in uh, een labeltje Leuke en een mooie doos, ja. ja, echt wel een uh, weer een step up. Maar. Vanaf nu gaan we het weer zelf doen. Leuk kaartje erbij. Eén ja. keer kan ik ook zeggen van... jongens, uh, uh, vandaag doe ik er alleen maar stickers bij. Dus als je vandaag ja. bestelt, ga je, krijg je een, een dan een je We kunnen gewoon ook weer de prints uh, gaan verkopen... want dat, dat ging wat lastiger bij... Uh, dat was te veel handelingskosten, waardoor... als je dat alleen maar bestelde, ik niks meer eraan kon verdienen. Dus mm -hmm. dat, dat, dat soort dingen, dat maakt het gewoon wat lastiger. En aangezien we toch elke dag of minstens één, of twee, drie keer per week... wel op kantoor, uh, of ik in ieder geval op kantoor ben... Uh, kan ik alsnog die dingen inpakken mm -hmm. en als het goed is volgend jaar hoef ik dat ook niet meer met de scooter te doen maar daarover de volgende podcast meer nou zou het ja Nou ja ik denk dat dat echt een jarenplan gaat worden ja doe ze normaal <laughs> waar slaat het nou weer op zo negatief jij bent echt negatief hè? ja ik ben echt negatief en voor de rest was, uh, hebben we nog iets uh, te ja melden? je hebt uh, de wereld van lezingen ontdekt toch oh ja de wereld van lezingen en dat gaat goed. Vertel jij maar erover. Even. Nou ja, ja, je hebt een aantal lezingen gedaan. Mm. En ik zelfs ben een keer op podium geweest om mm. vragen te beantwoorden. Ja. En uh, ja, ik vond dat echt uh, zenuwslopend, Maar wel echt. Uh, ik denk dat je daar wel. Um, ja. Eigenlijk de volgende stap mee kan zitten. Ja, en ik denk op, op zo'n manier ook um, echt voor je ogen ziet wat het doet. zo'n ja. verhaal. Ja. Want je kunt natuurlijk dingen online plaatsen en dan zie je comments, maar je ziet niet wat precies wat de reactie van mensen en hoe ze erop reageren en de vragen die daaruit komen. Ja. Dan zie je dan echt uh, ja, gewoon terwijl je erbij staat. En dat vond ik echt wel indrukwekkend, eigenlijk. Ja. We zijn bij uh, Rot Gemeente Rotterdam geweest, mm -hmm. ik ben laatst nog in. Antwerpen geweest, hadden we nog iets? Ja, ja, dat was dat dit jaar, nee. Dat was nee, vorig dacht jaar. Dat, nee, ik dacht dat wel hoor, maar ik kan me even niet meer herinneren. Die Weet in, uh, in uh, stad. dat was vorig jaar. Ja, oh en ik heb voor... Nee, maar scholen. Over oh, heel veel scholen, ja. ja. ik heb ja. over heel veel scholen gepraat uh, dit jaar. Met het nieuwe spel, want we hebben natuurlijk ook twee spellen gemaakt dit jaar. Mm. Eentje voor een bedrijf en eentje voor onszelf, de junior editie. Dat was dit jaar toch nog? Mm -hmm. Ja, zeker. Volgens mij was die in april uitgekomen. En daarmee heb ik ook voor verschillende basisscholen gestaan. En het was. Uh, ja, ik denk dat. Uh, en daar wil ik wel iets meer naartoe. En dat zal ik volgende week ook wel behandelen, maar uh, wat meer het verhaal in de wereld brengen offline. Want ja. ik denk dat dat inderdaad een, een, toch een net een andere stap is. En vandaar dat we ook dus die theatershow wilden doen. Mm -hmm. Omdat je face-to-face -to -face toch wat meer kan overbrengen, denk ik. Ja, ook met die swam Market, toen wij daar op stonden... dat we er eigenlijk achter kwamen um, dat het ons publiek ook veel ouder kan zijn ja, dan we dachten. Ja, voor het spel heb ik het dan ja, over, want niet voor het, het publiek, spel. voor de video's. Dat nee, is redelijk breed. Maar. Ja, maar voor de voor het spel waren er vooral wat, ja, vooral van denk boven de vijftig denk ja, ik, die, die heel erg aangingen. Ja. En dat was wel grappig, want dan denk je eigenlijk is dat de generatie die juist minder over dat soort dingen praat. Ja, maar toch juist veel oma's en uh, ook ja. leerkrachten en zo die dan toch uh, op een bepaalde manier uh, met de met de jongeren of uh, met de jongere generaties wil connecten ja. en uh, die dat juist wel een mooie tool vonden. Dus daarom denk ik ook dat we volgend jaar echt gaan proberen om het uh, spel, maar dat is ook weer volgende week eigenlijk. Maar goed, oké. Okay, ja, het spel okay, ja. In... We zijn er gewoon te veel bezig om de toekomst. Ja, we zijn veel te... in het nu. In het nu. In het, nee, in het verleden moeten we. Ah, oh, we toch? moeten in het verleden zitten. Ja, ook. Oh, waar ik nog wel, dat is het laatste. En dat is ja. eigenlijk ga ik het onder het laatste rubriekje doen, namelijk mm -hmm. snack van de week. Snack van de week. Deze week is niet echt een snack van de week. Deze week is even iets wat ik kwijt wil over de snack van de week. Yeah. Um, het afgelopen jaar heb ik heel veel producten getest. Yeah. Ik vind het een beetje boring worden. Mm -hmm. Moet ik heel eerlijk zeggen. Heel veel dingen lijken op elkaar. En dat ik denk, ja, zit er nog echt iets tussen waar ik echt heel enthousiast van word? Nou, zijn er natuurlijk wel producten waar ik enthousiast van word. Uh, dit, morgen komt er een video online van mijn top 10 producten van het afgelopen jaar. Yeah. Maar toch heel veel dingen. Ik zat. ...vet benieuwd terug te kijken en ik dacht van heel veel dingen vind ik helemaal niet zo outstanding of zo. Of, of nee, dat ik dacht, wow, dit wordt is echt. Er nog wel iets gemaakt, inderdaad, waarvan je denkt: dit moet echt standaard in het assortiment komen. Ja, bijna niet eigenlijk. Nee, nee. Maar als ik dan terugdenk aan het afgelopen jaar, hebben we wel heel veel lekker eten op. Mm -hmm. Maar als ik dan denk aan al die dingen die ik op heb, kan ik alleen maar bedenken dat het uit food tours zijn, ja. uh, maar niet echt per se uit supermarkten. Nee, de dingen die het meeste indruk op ons hebben gemaakt zijn echt restaurantjes die uh, met lokale ingrediënten van alles maken. Ja, eigenlijk dingen die best wel simpel zijn, maar dan heel goed, goede ja. kwaliteit producten zijn. En ja, precies. Ik merk dat daar steeds meer mijn uh, ja, hoe noem je dat? Mijn yeah. fascinatie of mijn... Ja, je ja, ja, blik... voorkeur. Ja, mijn voorkeur naar uitgaat misschien ja. wel. Dus uh, ja, hoe dat volgend jaar zich verder gaat ontwikkelen, weet ik niet. Ik ga wel meer koken, dat uh, durf ik wel te zeggen. Maar mm -hmm. um, ik heb wel het idee dat ik wel echt bijna... Ja, moet ik niet te hard zeggen, maar bijna alles geproefd heb... wat ik denk van, oh ja, nu weet ik het wel of zo. En er zijn nog steeds wel uh, producten die me interessant lijken. Dingen uit het buitenland en zo bij Nederland ja het is een beetje te, te, het wordt een grote brei van dingen ja ik weet niet het is niet echt meer um, um, ja ik denk waar kan je nog mee verrast worden inderdaad ja. en ik denk dat, dat het vooral is met uh, ja tijdens food tours ja, ja ja want als jij dus uh, een product zou op moeten noemen van het afgelopen jaar wat jij zou zeggen van dat zou de snack van het jaar moeten zijn oh die pannenkoekentent in Groningen ja? Ja, echt die met is die dat, bacon. Ja? Dat is echt met die, ja, oh, wat was dat? Blue Even bananas? Blue... Blue banana pancakes, ja. Ja, ja. dat was echt uh, voor mij, daar denk ik nog wel eens maandelijks aan terug, ja. Oké. Okay. Ja. en jij? Voor mij is het denk ik, um... ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Want als ik erover nadenk, ik heb, ik heb natuurlijk zoveel producten afgelopen jaar op. Maar ik denk dat hetgene wat het meest in mijn hoofd is blijven zitten is in Den Haag-Bartine. Die broodjes. Die was zo, dat is ook erg lekker. Een hele goede, lekkere uh, kaneelbroodje. Oh, en ja. ook een heel lekker uh, spijsbroodje. Gewoon zo. Weet je, zouden we er niet gewoon heen kunnen gaan uh, naar... Uh, oh, dat is weer een plan voor volgend jaar. Ja, maar zeg maar. Uh, dat we gewoon uh, top 10, vetgezellig top 10, allemaal tenten zijn in Nederland. Of België. Plekken. Dat zouden we volgend jaar kunnen doen. Ja aan het einde van het jaar bedoel je dan? Ja, ja dat kan. Dat we daarheen daar gaan, dat we gewoon zeggen, nou, want alle lekkers dat we gegeten hebben waren pannenkoek hier en uh, daar een. Uh... Maar zo dat wordt het een aardige rondrit. Nee, maar we gaan toch op food tours. Kan echt wel drie dingen uit dezelfde stad zijn bijvoorbeeld. Oh uh, zo. dan tien. Ja, uh, volgend jaar om een kleine sneak peek te geven, wil ik heel graag, stel we krijgen de auto, oké okay, spoiler, mm. uh, dan lijkt het me heel leuk om door Nederland heen te crossen... en ook dingen lokaal te gaan proberen en echt wat meer. Uh, echt producten in plaats van supermarktproducten ja. te gaan uh, ondervinden, zoeken uh, ja. net zoals de hollandse nieuwe bijvoorbeeld. Jelena heeft wel eens een haring op, mm, maar wij ja, hebben nog nooit een heel klein echt de hollandse nieuwe op die ja. net vers en er was en uh, bijvoorbeeld uh, streekproducten uh, proberen, uh, uh, gekke uh, lunchteentjes of uh, leuke drive-thrus. Ja, wij wonen uh, bij Scheveningen, maar wij eten echt verrassend weinig uh, vis. Ja. Terwijl er zijn heel veel dingen die wij helemaal niet kennen. Ja, misschien inderdaad ook meer kijken naar dingen die je nog niet kent. En, 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 en plekken waar je nog niet kent. Dus mocht jullie tips hebben van... joh, dit is leuk om te proberen. Of ik woon mm. in uh, Brabant, dus je moet echt deze, deze worstenbroodjes van die bakker proberen. Of je moet uh, in uh, Overijssel... Uh, Deventerkoek? Is dat Overijssel? Uh, Deventerkoek? Ja, dat is koek uit Deventer. Ik heb geen idee, ik ken dat ja, niet. Ja, dat heb je ook. Wow. Nou, dan moeten we het allemaal volgende week over hebben. Het is allemaal weer die toekomst. Eierbal, die eierpaal hoef ik niet meer hoor. Nee, die, ik vond die best lekker. <laughs> ik dat vond er dat in. erin. ik trouwens ook nog uh, <laughs> ik ging een klein beetje viral toch, op zo'n uh, Instagram account. Yeah. Dat was wel grappig. Dat snap ik ook wel, ja. ja. Maar goed, uiteindelijk hadden we best een uh, bewogen jaar. Maar ik denk dat we best wel veel groeien en zo hebben doorgemaakt. En dat ik ook wel, en jij volgens mij ook wel, knopen heb door kunnen hakken. Dat we ook toch best wel over, over het algemeen... Veel hebben kunnen doen. En ook mm -hmm. hebben kunnen zien waar we in de toekomst wat meer naartoe willen misschien. Ja, ik denk dat. Privé uh, en zakelijk. Uh, het voelt wat meer alsof we op het juiste pad zijn uh, mentaal, via mentale, uh, mentale gezondheidpad. Mm -hmm. Maar ook op werkgebied denk ik dat jij ook meer een richting hebt gekregen. Ja. En dat voelt wel uh, prettig. Voelt heel prettig. Ja. Dus dat kunnen we volgend jaar ook wat beter naar doorpakken. En ja. ik heb dus al, al sinds ik op YouTube zit, wil ik al elk jaar een video maken waarin ik. Uh, niet voorspel, maar waar ik in kijk van. Oké, okay, wat zou ik dit jaar willen doen? Mm -hmm. Dat gaan we volgende week doen. Oh, leuk, en dan kunnen we dan een jaar later ook op terugkijken en denken van. wat is er eigenlijk van uitgekomen wat we wilden. Dus we moeten dat even leuk, een, ja. een lijstje maken met ja. dingen die we willen, allebei. Ja. Um, en dan kunnen we daar een klein beetje over praten. Maar dat is volgende week. Um, wil ik jullie alvast een heel goed nieuw jaar wensen. Ja. En, uh, hou je hoofd koel cool tijdens de feestdagen. Hè? Ja, ik ben op dit moment uh, vrij. Uh, ik ook. Jij ook. En mijn. Zien jullie terug in het nieuwe jaar? Met fashion, nieuwe ideeën. Het is eigenlijk ook raar, want het is gewoon een week later. Het maakt niet zoveel uit uiteindelijk, toch? Het ja. voelt altijd als iets nieuws, ja. maar het is echt iets nieuws? Nee, het voelt altijd alsof je nu weer een nieuw begin hebt. Maar eigenlijk is het gewoon een verlengde van alles. Ja, toch? <laughs> ja. ja, dat is wel zo. Ja. Nou, tot volgend jaar. Tot volgend jaar.